Museum Technische Werken stopt volgend jaar april na 33 jaar. Het bedrijf aan de Osloweg is de enige plek in de gemeente Groningen waar kunstenaars terecht kunnen om hun bronzen kunstwerken te laten gieten. Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd in het gieten van replica's van museale voorwerpen in kunsthars. Deze zijn bedoeld om tentoon te stellen als het originele voorwerp te duur of te broos is. Museum Technische Werken is een reïntegratiebedrijf waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken. Maar nu gaat de stekker eruit, omdat ze veel minder geld krijgen om met deze groep mensen te werken. We hebben ook pas de beslissing genomen toen de reserves echt helemaal op waren. Die zijn nu op en we hebben altijd gezegd, we willen niet failliet gaan. Als we moeten stoppen, dan willen we fatsoenlijk stoppen. Willen we het personeel de vergoeding mee kunnen geven waar ze recht op hebben en zo. Dus het water staat ons nu aan de lippen en dan moet je stoppen. Maar goed, we hebben gedaan wat we konden. We hebben lang geprobeerd het vol te houden, maar het is gewoon niet haalbaar, financieel niet haalbaar. Ja, en dan moet je stoppen. Veel werk zit er in het bijwerken van de gegoten afgietsels in brons en kunsthars en het maken van de mallen om hier weer een nieuw beeldje van te gieten. Zorgvuldig werken is een basisvaardigheid die je hier goed kan leren. Dat gaat ook automatisch, omdat er gewoon kunst binnenkomt en je aan kunst werkt. Dat vindt iedereen eigenlijk wel mooi. Ja, ja. Want lang niet alle werk is mooi hoor. Tjee, er zit hier werk bij en dan sta je in de stofwolken met je maskers op en zo. En toch is het altijd leuk om te doen. Nou, ik vind het sowieso wel fijn om met mijn handen bezig te zijn, want ik zit altijd wel vaak in mijn hoofd. Dus dit is dan wel heel fijn dat ik gewoon lekker met mijn handen bezig kan. En niet zo in mijn hoofd zit. Wat hier al jaren gemaakt wordt, is de Venus van Willendorf. Een exacte replica van een 24.000 jaar oud beeldje. Dit is mogelijk omdat een afdruk gemaakt is van het origineel. Dit is dus eigenlijk een beeldje wat echt gewoon zo uit de grond gekomen is. Ja, ik heb er hier 3 van liggen. Dus. Ja. Nee, dit is toch wel een van de meest populaire dingen die wij hier maken. En het is gewoon heel mooi werk. Vereist wel wat precisie, maar... Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 hebben alle reïntegratiebedrijven het moeilijk. De gemeente is nu verantwoordelijk voor dit soort zorgtrajecten en die heeft de geldkraam langzaam maar zeker dichtgedraaid. Dat is heel jammer, want we maken en mooie dingen, maar vooral ons doel is natuurlijk dat dat we arbeidsrevalidatie bieden of arbeidsreïntegratie, hoe je het wil noemen, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zelf kennis opdoen door met je handen te werken en zo de regie over het eigen leven weer in handen nemen, dat is het doel. Het werkt en we zien het ook. Dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen, dat de eigenwaarde weer groeit, dat je weer het gevoel hebt dat je erbij hoort. Zelfs mijn ouders zeggen dat ik helemaal veranderd ben in deze 3 jaar. Dus het kan niet beter eigenlijk. Ja, er wordt echt van je gevraagd hier en daar heb ik wel behoefte aan. Het is een beetje een soort van overgang van een soort van therapiebasis naar echt betaald werk. Hè? Ja, gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn, wat erin zit eigenlijk. Ik hoop heel erg dat ik iets hetzelfde soort kan doen, een beetje priegelwerk, een beetje groter werk. Gewoon dat er genoeg afwisseling, vakmanschap inderdaad zoals je zegt. Maar ook kunstenaars verliezen een plek waar ze graag hun beelden laten gieten. Nou, voor mij is het heel erg, want je hebt daar meer dan 20 jaar gedaan om het op te bouwen. Want ik werk ook heel open, dat is niet zeg maar de doorsneemethode. Dus we hebben daar helemaal manieren voor ontwikkeld. En dat ga ik nou dus weer met een nieuwe gieterij die professioneel is, gaan we dat weer voortzetten. Maar ja, er gaat heel veel know-how weg. Het is jammer dat het zo gaat eindigen. Dat was nooit onze bedoeling. Hè, dat we na 33 jaar stoppen en nu eigenlijk alles moeten gaan opruimen. Hè, want dit zijn allemaal mallen van kunstenaars.
Die moeten allemaal terug naar de eigenaar. Dan wel overleg mee worden gepleegd of ze vernietigd moeten worden en opruimen. Dus ja. Er ligt nog heel veel werk hier te doen. Dus we zijn voorlopig, zullen we niet stilzitten. Nee. Ja.